Stel je voor dat je niet meer kan gsm'en achter het stuur. Wel, Aardse Groep heeft haar vrachtwagens uitgerust met Truce Beacon. Een systeem dat smartphonegebruik achter het stuur onmogelijk maakt. Yves, wat maakt dat jullie daarvoor gekozen hebben? Wel, zoals de meeste bedrijven zijn onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal. We willen natuurlijk dat ze na de werkdag ook veilig terug thuis geraken. Niet alleen de medewerkers, maar ook andere weggebruikers. En gsm-gebruik achter het stuur is een maatschappelijk probleem. En als je met grote zware tuigen op de weg bent, dan vinden wij als bedrijf dat we daar iets aan moeten doen. En daar investeren wij ook in. Zo rusten wij al onze vrachtwagens uit met een radar, waardoor dat zij automatisch remmen. En daarbij komend hebben we inderdaad ook geïnvesteerd in de Truce Beacon, waarmee we het gsm-gebruik van de medewerkers kunnen beperken. Zijn er al resultaten bekend van die actie? Wel, de uitrol bij de vrachtwagens en de hijskranen is ondertussen afgerond. En inderdaad kunnen wij nu op kantoor monitoren hoeveel keer een pop-up van een app wordt geblokkeerd. Maar tevens kunnen wij het rijgedrag van de chauffeurs monitoren. Dus daar waar te snel gereden wordt, krijgen wij ook een pop-up op ons dashboard en kunnen wij de chauffeurs daarover aanspreken. Ik ga even een stoute vraag stellen. Het is een app. Als ik die als werknemer er gewoon afgooi, dan ja, wat dan? Ja, dat kan niet, want we kunnen dat sturen van op kantoor. Dus dat het onmiddellijk op alle gsm's aanwezig is. Natuurlijk voor de privé-gsm van de medewerker moeten we goed willen rekenen. Maar we hebben heel duidelijke regels gesteld. Oftewel zet je de app erop, oftewel zet je de gsm af tijdens het werken. Andere bedrijven die mogen steeds bij ons terecht en we gaan heel graag onze ervaringen delen met hen. Want verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen is in het belang van iedereen. Ja. Truce Beacon wordt ingebouwd in de truck en zorgt ervoor dat de chauffeur na 15 seconden in automodus gaat. De chauffeur kan nog steeds handsfree bellen of zijn navigatie gebruiken, maar overige applicaties worden uitgeschakeld. Wees zo smart als je phone en ga in automodus voor je rijdt. Onderteken het charter op beloofd.be.